Een rel zoals in haar, een Facebook-rel, kan die worden voorkomen? Misschien wel als er een alternatief professioneel feest wordt georganiseerd. Facebook-feesten kunnen betere battles zijn. Dat vindt docent aan de Academie voor Sociale Studies, Maaike Kooijmans. En Maaike geeft leiding aan het onderzoeksproject Battelen zonder knokken. Zij is vandaag bij ons te gast, samen met projectleider jongerenwerk Gunther Balen. Welkom allebei. Ja, Gunther, met jou beginnen. Jij werkt met jongeren en je hebt verstand van battelen. Aankomend weekend is er een Tilburger battle. Jij hebt daar ook verstand van. Hoe heeft zo'n feest in Haren zo uit de hand kunnen lopen? Het feest in Haren heeft heel erg uit de hand gelopen omdat het heel erg ongeorganiseerd was. En er was volgens mij veel te weinig kennis van de jongeren die eraan deelgenomen hebben. Nou zou je verwachten, hè? Je hebt veel te maken met probleemjongeren. Ja. Waren het ook probleemjongeren die daar die rellen hebben veroorzaakt? Voor zover ik de berichten gehoord heb, ging het niet om probleemjongeren, nee. Volgens mij waren het vooral jongeren met wie het eigenlijk heel goed gaat. Dus jongeren die naar school gaan, die stages lopen. Dus de jongeren die in Haren waren, zijn niet de jongeren die we veelal in het jongerenwerk ook tegenkomen. Dus normale jongeren, mag ik dat zo betitelen? Ja. Alle jongeren zijn normaal, ik begrijp het. Maar ja. Jongeren die niet uit de boot vallen, de boot vallen. Je zou kunnen zeggen 85% van onze jeugd, daar gaat het goed mee. Die ondervinden geen echte problemen bij de ontwikkeling en bij hun weg naar volwassenheid. En voor 15% van onze jeugd is dat anders. Die leven of in situaties waar zij belemmerd worden in hun ontwikkeling. Toch ben jij gaan schrijven naar aanleiding van die rellen in Haren. Jij pleit voor battles. Ja. Wat ik daar in Haren zag is dat op een ongeorganiseerde manier groepsemoties totaal uit de hand lopen. En er zijn ook andere manieren om groepsemoties veel meer te kanaliseren en samen aan een doel te werken. Daar was geen enkel doel, er was een losgeslagen bende. Mm-hmm. Zo kwam ik op het idee om te schrijven over battelen, omdat het een voorbeeld is van een manier waarop jongeren elkaar uitdagen. Dus jongeren hebben heel erg die vinden dat heel verleidelijk. Hè? Strijden, battelen met elkaar, sensatie zoekende jongeren zijn, dat moeten we maar eens erkennen met elkaar, dat heel verleidelijk is voor jongeren. En als je dat voor bent, dus battles, ik weet niet of de beelden geven al iets over weer. Battelen zijn eigenlijk wedstrijden waarin jongeren het beste in zichzelf naar boven halen en samen met publiek heel erg gefocust zijn op een doel, namelijk die kunsten die ze vertonen alsmaar scherper, beter. Een stukje competitieelement. Nou schrijf je in jouw artikel dat 15% van de jongeren een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van afwijkend gedrag. Is zo'n battle dan ook bedoeld voor dit soort jongens? Die battles zijn echt een mix aan jongeren die eraan meedoen. De battles in het jongerenwerk, wij richten ons in het jongerenwerk wel op jongeren die minder kansen hebben om hun talenten te ontwikkelen. Dus de oorsprong van die battles ligt wel op straat ook, in het straathoekwerk en in het jongerenwerk. Maar uiteindelijk doen daar allerlei type jongeren aan mee en dat maakt het ook zo interessant dat ze dan... Ja, samenkomen. Gunther, naar jou, want jij hebt ervaring met battles, je organiseert ook battles. Ja. Vertel eens iets over hoe gaat dat in zijn werk? Wat heel belangrijk is bij die wedstrijden is dat er een succeservaring is. En dat gaat niet alleen om winnen of verliezen, maar dat je heel erg de positieve zaken in die battles kan aanduiden. Dus zo'n jongetje, het gaat beter met voetballen, maar naast het sportief aspect of het culturele aspect is het ook heel belangrijk dat het sociaal aspect wordt meegenomen. Dus vanuit jongerenwerk kijken we ook heel goed hoe gaat het op straat, hoe gedraagt die jongen zich in zijn omgeving, hoe zijn de schoolresultaten. En daar is ook een belonings- en een strafsysteem bij. Als een jongen zich positief gedraagt op straat of hij heeft goede schoolresultaten, dan kan hij bijvoorbeeld bij een voetbalproject wat hebben geselecteerd worden voor een nationaal team van Den Bosch, waarbij we tegen andere steden spelen. Ja, gedraagt hij zich slecht, kan hij geschorst worden voor een x-aantal wedstrijden. Of in de aanloop naar een battle kan zo'n jongere gecoacht worden en kan gebruik maken van faciliteiten om nog beter te worden. En dat geeft een enorme flow. En een flow is eigenlijk het tegenovergestelde van wat je in Haren ziet, is dat er dan een positieve stroom ontstaat waar jongeren helemaal geen behoefte hebben aan knokken. Want ze doen dat in hun spel. Het is een soort simulatie Maar je zou de vraag kunnen stellen van waarom passen jongeren zich niet gewoon aan onze maatschappij? Toch niks meer dan normaal? Kijk, dat is echt typisch iets van deze tijd, denk ik, dat we heel erg vanuit angst lijkt wel een vinger willen wijzen naar een partij die dan schuldig is. En als de jongeren zich aan moeten passen, dan
ja, dan ga je er al van uit dat er dus iets mis is met de jongeren. Het is een wederkerig verhaal wat mij betreft. Jongeren die groeien op in een maatschappij waar we allemaal verantwoordelijk zijn voor de kansen die zij daarin moeten krijgen. En in deze tijd, vooral in het onderwijs, ligt de lat zo ontzettend hoog. En moeten jongeren al van jongs af aan zo presteren dat zij echt in een soort kramp komen. En vooral jongeren die op taal en rekenen niet zo sterk zijn. Want dat is nog steeds heel dominant in het Nederlands onderwijs. Dus die andersoortige talenten, ook sociaal talent en cultureel en sportief talent en allerlei andere talenten, komen dan op school. En zijn er al succeservaringen bereikt? Ja. Ik denk dat wat Mike net zei, van het gebrek aan succeservaring zorgt ervoor dat jongeren heel snel afvallen. Ja. Dus dat ze eigenlijk uitvallen. Dus wat heel erg belangrijk is, dat de jongeren ook kan laten zien van je kan ook op een bepaalde manier succes hebben. Ja. En daarom is het heel belangrijk dat het jongerenwerk die vaardigheden die jongeren wel hebben, verder ondersteunt. En eventueel een duwtje in de rug geeft bij bepaalde vaardigheden die ze niet hebben. En om een voorbeeld te geven van een succesverhaal, ik denk bij Doel Bewust, is een voetbalproject wat in Den Bosch speelt. En wat wij doen samen met de sport van de gemeente Den Bosch, daar is eigenlijk, het voetbal wordt gebruikt als middel om gedragsverandering bij jongeren te bewerkstelligen. En positief gedrag wordt beloond, net zoals ik al net vertelde. En daar moeten we naartoe. Dus je zou kunnen zeggen, battelen zonder knokken. Ja. Daar moet het toe. Dus het werkt, zeggen jullie allebei. Ja. Er zijn aangevingen. Er zijn aangevingen dat het werkt. Fijn zo, dank jullie wel.